De werkzaamheden aan bruggetje Jannezand in Hank zijn op de dag dat de werkzaamheden zullen starten na veel protest stilgelegd. Voor Louise de Bot van Archiefkring Hank een opluchting. Heel erg opgelucht, heel erg opgelucht. En dat komt ook omdat wij op onze Facebookpagina hadden we een verhaal gemaakt over de voorgenomen werkzaamheden en dat die niet strookte met een renovatie. Men ging slopen en dan met die nieuwe brug die daar ligt, van de Noordwaard, gingen ze iets creëren waar wij van dachten, nou ja, dat kan niet. Want je verkracht zo de historie. En als je iets wil renoveren, dan moet je het proberen terug te zetten zoals het nou is. Ondanks dat men vrijdag al wat onderdelen had verwijderd van de brug, heeft het college maandagmorgen besloten de werkzaamheden stil te leggen. Het is allemaal stilgelegd, omdat we willen eerst zeker zijn dat het ontwerp wat er dadelijk gaat komen ook echt recht doet aan wat de inwoners van Hank graag zouden willen voor de Jannezandse brug. En we willen allemaal dat die in ere hersteld wordt. Dat die wordt zoals we hem bedoeld hebben. En dan past ons alleen maar even de pas op de plaats te maken en eerst dat gesprek te gaan voeren daarover. Archiefkring Hank vraagt momenteel advies aan deskundigen om te kijken hoe het project beter aangepakt kan worden. Met name het bovenstuk van het beton is heel goed. De pijlers naar de fundering toe, die zijn wat minder. Maar er zijn ook bedrijven die daar super in gespecialiseerd zijn. En het staalwerk, wat staalwerk betreft, daar zie je dus ook van dat het op zich nog wel meevalt. Ondanks al de tijd dat er geen onderhoud aan gepleegd is. Maar goed, als je daar de goede tekeningen van hebt, alles is reproduceerbaar. En ik denk dat we gewoon iets heel moois terug kunnen brengen hier. Dat dus nou de restauratie dus echt in gang gezet wordt. Dat ook het draaiwerk weer gaat werken. Dat hier dus hekjes komen. Educatief voor de kinderen straks, dat ze aan de slinger kunnen draaien. Dat die brug gaat lichten. Onder toezicht ook van de bruggenwachter, want die zal er dan ook weer moeten komen. Ja, wat wil je dan nog mooier? Als het aan de gemeente ligt, gaan ze wel zo snel mogelijk weer verder met de nieuwe plannen rondom de brug. Ik wil zo snel mogelijk verder, maar ik wil wel verder met een plan wat iedereen ziet zitten. En niet op deze manier dat er een hoop protest is. Dat is nooit de bedoeling geweest en dat willen we ook niet. Dus we gaan zo snel mogelijk met elkaar om de tafel. Morgenmiddag, dinsdagmiddag, staat er al een afspraak met de archiefkring gepland om een eerste gesprek daarover weer te gaan voeren. Van goh, waar is dit misgegaan? Hoe hadden we dit beter kunnen doen en wat zijn de wensen? En gaan we kijken hoe we dat kunnen inpassen in de plannen. Stralen en schilderen, goede coating erop. En we hebben een nieuwe brug. En zo zijn we dus allemaal maar bezig om dat beetje historie wat Hank heeft, om dat te bewaren. Heel belangrijk. Ja, heel erg belangrijk voor ons, voor de kinderen. Ja, als de kinderen straks helemaal niet meer weten wat hier gaande was. Hè? Dat mijn vader, mijn opa, hier over deze brug liepen met een proviantzakje en hier in de polder aan het werk waren. S'avonds blij waren dat ze over deze brug Hank weer konden bereiken. Ja. Dan zit er ook een beetje emotie bij natuurlijk. En dat geldt niet alleen voor mij, maar dat geldt voor heel veel Hankenaren.